Waarom ik bij Jong van Silicon ben, is eigenlijk heel simpel. Het inspireert me. Het is voor mij een hele leuke en laagdrempelige manier om nieuwe contacten, kennis, vaardigheden, maar vooral ook inspiratie en verhalen op te doen. En het laatste maakt ook dat ik hier ben. Als je kijkt naar de Silicon Group, die werd nog wel eens de onopvallende gigant genoemd. Ja, nu willen we juist heel graag gezien worden. We willen laten zien wat we doen, want we zijn er trots op. Nou, dat is voor mij ook een beetje waarom ik hier ben. In je dagelijkse werk merk je niet altijd wat je met elkaar allemaal bijdraagt. En nu ga je met elkaar in gesprek, je hoort de verhalen. En dat werkt heel inspirerend op mij en dat draagt zeker bij aan mijn werkgeluk. Jong van Silicon is de jongerenorganisatie van Silicon, waar eigenlijk de meeste jongeren zijn aangesloten. En het leuke van Jong van Silicon is dat het echt bijdraagt aan een stukje werkgeluk voor mij. Dat komt namelijk omdat we met elkaar samenkomen bij dit soort evenementen en daarin ook kennisdeling doen en elkaar beter leren kennen. Dus we zien daar ook zeker dat mensen elkaar daarin vinden en het leuk vinden om elkaar hier te ontmoeten bij Jong van Silicon. We zijn nu vandaag bij Port Zeelande en hier hebben we ons jaarlijkse zomerevent. En dat is eigenlijk een beetje het event van het jaar. Vandaag gaan we eerst een buitenactiviteit doen. Dat is eigenlijk een vaste prik. Gelukkig is het weer tot nu toe ook nog helemaal goed. Dus dat gaat goed komen. En daarnaast hebben we een barbecue en een gezellige borrel. Nat geworden, in het water gevallen, elkaar geholpen. Dus eigenlijk gewoon allemaal leuke dingen gedaan. Met leuke mensen, teambuilding, een beetje actief, sportief. En ja, dat zorgt gewoon voor de verbinding tussen de verschillende divisies. Jong van Silicon is gewoon een hele leuke club met allerlei leuke inspirerende ideeën. Maar ja, vooral het enthousiasme is aanwezig. Je bent gewoon welkom, je voelt je ook welkom. Er worden allemaal leuke evenementen georganiseerd waarin je ook kan kennismaken met elkaar. Al je ideeën zijn welkom. En echt dat familiegevoel, dat moet ik wel echt zeggen, dat voel ik enorm. En ik ben echt een familiemens, dus ja, anders zou ik het nooit zeggen. Die creativiteit die de jeugd vaak brengt in combinatie met de ervaring, ja, dat is gewoon top. En als we dan ook nog goed naar elkaar luisteren, dan denk ik wel dat je heel de organisatie verder helpt. Wat Jong van Silicon me brengt buiten het werkgeluk, wat ik eigenlijk al wel heb, is voornamelijk de verbinding met jong professionals. En de visie overstijgend kijken hoe je van Silicon verder kan helpen. Als wij doorgaan op de manier met Jong van Silicon hoe we nu bezig zijn, vooral het aantrekken van jonge professionals, met ambitie en die de latten voor zichzelf hoog leggen, ja, dan kunnen we hele mooie dingen bereiken. Vandaag zijn we hier bij Kipster. De reden dat we hier zijn is in het kader van duurzaamheid. Dus daar willen we aandacht aan besteden als Jong van Silicon zijnde. Vandaag was het thema duurzaamheid van de bijeenkomst van Jong van Silicon. Ik neem dit mee in mijn werk door bijvoorbeeld te kijken naar mijn agenda, efficiënter te plannen. Niet meer onnodig het hele gebied door te rijden, want het is vrij groot. Maar ook bij klanten, bijvoorbeeld logistieke klanten die ik veel heb. Om te kijken hoe dat nou efficiënter kan, om ook op die manier meerwaarde te kunnen creëren. Wij delen graag onze kennis omdat wij gekeken hebben naar de rol van dieren in het voedselsysteem. En dan vervolgens met zoveel mogelijk respect voor het dier en voor het milieu een klimaatneutraal eitje produceren. En dat verhaal, dat dragen we heel graag uit. Ik vind het gewoon heel erg leuk dat mijn netwerk wordt uitgebreid. Dat ik heel veel mensen kan ontmoeten van andere sectoren die best wel veel overeenkomsten hebben. Dus dat vind ik gewoon heel erg leuk. En daarnaast triggert ook bepaalde nieuwsgierigheid bij mij. Ik word gewoon nieuwsgierig van wat heeft van Silicon nog meer te bieden. Wat kan het voor de toekomst betekenen? Of wat kan ik daar gebruiken voor in het netwerk? Misschien kan ik daar wel iets mee. Dat vind ik zo'n duurzaam aspect gewoon heel erg interessant. Ja, dat kan me weer inspireren om kleine concrete veranderingen toe te voegen. Misschien wel in mijn eigen leven of in mijn werk. Jong van Silicon draagt bij aan mijn werkgeluk omdat ik het heel erg leuk vind om op een informele setting onderling met jonge collega's gewoon ook eens over serieuze onderwerpen na te denken, maar wel op een leuke en luchtige manier. Hoe mooi is het dat je tijdens werktijd in de gelegenheid wordt gesteld om evenementen te bezoeken, mensen van andere divisies te leren kennen, verbinding te leggen, maar ook kennis op te doen en aan je ontwikkeling te werken naast een stukje inspiratie die je kan opdoen.